Dit ben ik. Ik wil u eventjes op deze manier welkom heten. Ik heb nog geen flesje mooie microfoontje. Andersom natuurlijk gespiegeld. Dus ik moet nog eventjes een beetje oefenen. Ook hiervoor geldt, druk mee bezig om het allemaal voor elkaar te doen. Als u verbinding maakt met uw leerlingen straks, is het een goede tip van veel collega's al gehoord. Om zeker in het begin ook even uw webcam aan te zetten. Dat u mensen even, dat ze even zien dat u ook live in beeld bent. Op die manier kunt u iedereen, zoals ik nu doe, even persoonlijk weer welkom heten. Dan leidt zo'n webcam wel enigszins af. Dus op een gegeven moment is het ook handig om die dan uit te zetten. En dan te bedenken en te zeggen, we gaan starten met de les. Nou, dat laatste ga ik nu ook doen. Ik zie u straks nog eventjes live weer camera tot camera. Ik ga eens deze uitzetten en ik ga met de les starten. Voor degenen die ietsjes later binnen zijn gewandeld, bij het vraagtekentje kunt u vragen stellen. Dus als u een vraag heeft, dan kunt u die daar neerzetten. En ik probeer tijdens deze webinar deze zoveel mogelijk te beantwoorden, voor zover mij dat gaat lukken. Het programma waarin we op dit moment in zitten is Smart Learning Suite Online. Dit is een web-based programma. Deze is op dit moment gratis tot aan de zomervakantie. Zoals ik al zei, vragen stellen kunt u daarin stellen. Er is ook een chatfunctie. In die chatfunctie, daar heb ik geen tijd voor om die allemaal met u terug te chatten. Daar heb ik wel twee links in gezet. De eerste link is naar onze Facebookpagina, onze Facebookgroep moet ik zeggen, die het mogelijk maakt om daar lid van te worden. Dat blijft op de hoogte van alle nieuwigheden. De tweede is de link naar onze YouTube-pagina, waar ook de webinar die ik vandaag geef straks op geplaatst zal worden. Voor degenen die mij niet kennen, zal ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Joris Jurlink. Heeft me net live gezien. Nu ziet wat Photoshop voor mooie dingen met je kan doen. Het ziet er ineens een beetje beter uit. Ik heb het geluk gehad dat ik jarenlang voor de klas heb mogen staan. Als leerkracht. Een groot deel daarvan op grote Nederlandse scholen in het buitenland. 2 jaar in Londen mogen werken en 5 jaar in Singapore mogen werken. ICT-manager ben ik daar geworden. Dat betekent vooral dat ik collega's hielp met het praktisch gebruiken van ICT in de klas. Dus hoe gebruiken we het daadwerkelijk? Dus niet alleen de aanschaf van een stukje hardware, maar daadwerkelijk in de klas ook inzetten. In die hoedanigheid ben ik bij mijn terugkeer in Nederland ook als implementatiedeskundige aan de gang gegaan. Om scholen waarvan vaak al veel hardware aanwezig is te ondersteunen, om die ook in de praktijk te gebruiken. Nou, ik komt u waarschijnlijk bekend voor heel veel scholen op dit moment hadden de hardware al staan. Dus meestal hadden zelfs de software al voor elkaar. En nu ineens is die enorme slag dat we dat als met z'n allen als een gek gaan zitten gebruiken. Ik ben ook onderwijstrainer geweest in ieder geval. Daarbij heb ik in het verleden heel vaak collega's geholpen op het gebied van ICT. Maar ook op het gebied van didactiek. En als laatste, niet heel onbelangrijk, ben ik ook vader van 3 kinderen. Dus ook thuiswerkend. Dat betekent in de praktijk ook dat het kan zijn dat u wat lawaai op de achtergrond hoort. Deze jonge dame is aanstaande donderdag 4 weken oud. Ik werk thuis. Mocht u wat herrie op de achtergrond horen, dan weet u waardoor dat komt. Nog heel even terug naar de vorige pagina. In het midden ziet u een mogelijkheid tot inloggen. Als u gaat naar hellosmart.com. Met een tweede device of een tweede tab. En u logt daarin als guest met mijn persoonlijke code. Dan kunt u deze hele les live ook volgen. Ik zie dat één iemand, de heer Pruim, dat al heeft gedaan. Hier is nogmaals die hellosmart.com en die code. Op deze manier kunt u de les volledig volgen. Natuurlijk kunt u hem ook gewoon live kijken, zoals u nu doet. Maar het is handig om daar eventjes in te loggen. Want een belangrijk gedeelte van mijn webinar
is ook een klein stukje interactie die we gaan laten plaatsvinden. Het grote verschil dat ik u wil laten zien, dat met onze tools mogelijk is, is die interactie die je wil laten plaatsvinden. Je wil niet een PowerPoint laten zien aan leerlingen en daar doorheen praten. Je wil ook dat leerlingen de mogelijkheid hebben om allerlei dingetjes te kunnen doen, een stukje feedback te kunnen geven. Nou, ik loop iets op de zaken vooruit, want die komen we zo dadelijk allemaal stapsgewijs langs. Online lesgeven betekent in de praktijk dat we daar drie dingetjes voor nodig hebben. Allereerst een communicatieplatform. Ten tweede hebben we goede content nodig. En als laatste een goed en interessant en handig digitaal leermiddel. Nou, ik ga deze allemaal stap voor stap met u doornemen. Allereerst een communicatieplatform. En ik ben me bewust dat er veel meer zijn. Een van de communicatieplatformen is waar we op dit moment in zitten, de GoToWebinar. Maar de meeste van u zullen waarschijnlijk Teams gebruiken of Google Hangout. Het is een mooi logootje, maar het staat er niet bij geschreven. Google Hangout of Google Meet. Belangrijk om even te weten, voor Google Hangout hebben leerlingen geen eigen Gmail account nodig. Voor Google Meet wel. Het grote voordeel bij Google Meet is dat je daar meer dan 20 leerlingen tegelijkertijd les aan kan geven. En die direct aangesloten is op je hele G Suite omgeving. Met dit communicatieplatform bent u in staat, net als ik op dit moment doe, om met uw leerlingen te praten en eventueel uw leerlingen ook te zien en zij eventueel kunnen u zien. Dat is prachtig, maar daarmee zijn we er nog niet. Want het tweede, niet heel onbelangrijk is, u wil ook een stukje content. Dat betekent ook dat u lessen wilt laten zien. Die lessen, en ik heb even voor de eenvoud snippet gebruik, kunnen als het bijvoorbeeld over het PO gaan, een stukje methodesoftware zijn. Waarin een stukje instructie live gegeven kan worden. Via het communicatieplatform kunt u die instructielessen live geven. Wederom, op dit moment, met deze twee stappen, is het nog puur zenden. De leerlingen luisteren, de leerlingen kijken. U hoopt tenminste dat de leerlingen luisteren, want het lastige van het afstandonderwijs is natuurlijk dat u niet de dynamiek met uw leerlingen heeft. U kunt niet zien of u te snel gaat of te langzaam gaat, behalve op het moment dat leerlingen een stukje feedback geven. En de meeste basismethodes voor PO staan bijvoorbeeld binnen Snapit. Maar ook als u in het VO werkt, uw methode is waarschijnlijk op dit moment digitaal beschikbaar. En zo niet, dan zijn ze nu op dit moment als een gek achter de schermen eraan het werken om het voor elkaar te krijgen, omdat ze anders gewoon de boot missen. We hebben ook nog een tweede mogelijkheid en dat is deze. En dat is Smart Exchange. Smart Exchange is onderdeel van het Smart pakket. En daar ga ik eventjes naartoe. Het fijne van Smart Exchanges is dat daar al lessen klaarstaan voor u om te kunnen geven. Dat betekent dat u niet zelf op zoek hoeft te gaan naar allerlei content. Op het moment dat de methode content of de content die door de uitgeverij verstrekt wordt, onvoldoende is, omdat u vindt dat uw leerlingen ingewikkeldere stof, eenvoudigere stof, een stukje verdieping willen hebben, op een andere manier het aangeboden willen hebben, kunt u gratis gebruik maken van Smart Exchange. U kunt daar op zoek gaan naar een diversiteit aan lessen. Smart Exchange is tegenwoordig ook in het Nederlands verkrijgbaar. U kunt aangeven op welke leeftijd u het wil. U kunt het op vakgebied doen. En u kunt een les aanklikken. Op het moment dat u een les aanklikt, dan zult u automatisch zien een soort preview. U kunt zien waar de les over gaat, hoe de les eruit ziet. Nou, hier ziet u een voorbeeld van een breukenles. Het nadeel van deze breukenlessen, en ik kan hem alle vier de sluits doorgaan, is dat het een vrij statische les is. Er is weinig interactiviteit, maar de mogelijkheid is om deze les aan te passen en wat interactiever te maken. En daar ga ik zo dadelijk uitgebreid met u op in.
Het fijne is, deze les kan ik op twee manieren downloaden. Ik kan hem op de ouderwetse manier downloaden, om het maar even zo te noemen. En ik kan hem daarbij plaatsen op iedere plek die ik maar zou willen. Of ik kan hem bij de Smart Learning Suite online omgeving neerzetten. Op het moment dat ik daarop druk, komt hij binnen mijn Smart Learning Suite online omgeving als standaard les te staan. En in die modus kan ik hem aanpassen. Ook in de, als ik hem download, kan ik hem ook aanpassen. Dit zijn, moet ik er even bij zeggen, notebooklessen. Dus als u hem downloadt, heeft u wel een notebookplayer nodig. Ook die is gratis bij Smart te downloaden. Dat heel in het kort over de content. Over het algemeen zijn zaken als een communicatieplatform en content redelijk goed geregeld binnen de meeste scholen. Deze twee stappen lukken redelijk goed. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen en ik spreek veel vrienden. Dit is mooi geregeld. De volgende stap is over het algemeen iets minder goed geregeld. Het digitale leermiddel waarmee ik mijn lessen wil geven. Want een les geven is nogmaals iets anders dan een PowerPoint sturen of zoals ik nu doe een webinar geven. Een webinar is een statisch geheel en als daar geen of weinig interactiviteit plaatsvindt, is het voor leerlingen, eigenlijk van alle leeftijden, ontzettend moeilijk om die concentratie hoog te houden. Om te blijven focussen. En zeker als je thuis zit en je ondertussen een telefoon naast je hebt liggen, een tablet naast je hebt liggen, er van buiten van alles gebeurt en er geen leerkracht of docent is die je bij de les houdt. Op dit moment heb ik geen idee wat u, of u allemaal druk bezig bent naar mij te luisteren en naar het beeldscherm te kijken of dat u op allerlei andere prachtige apparaten bezig bent. Nou, met het leermiddel dat we noemen Smart Learning Suite Online zijn een aantal mogelijkheden. Waarmee we ook meteen een heel stel uitdagingen die ik net opnoemde, die betrokkenheid meteen kunnen tackelen. Allereerst hebben we een stukje interactief lesgeven, die mogelijk is, waardoor leerlingen een stukje feedback kunnen geven. Ik kan live direct een stukje assessment of toetsing afnemen. Ik kan leerlingen laten samenwerken terwijl ik aan het lesgeven ben en de resultaten van die samenwerking direct laten zien. Ik kan leerlingen ook individueel laten oefenen. Ik kan op het moment dat ik klaar ben met de les een huiswerk of een thuiswerk tegenwoordig opdracht geven. En ik kan de hele les samenvatten als handout en die naar alle leerlingen toesturen. Nou, in mijn vorige webinar heb ik dit ook allemaal benoemd, toen wat minder snel. Ik ga nu op ieder onderdeel eventjes in de diepte in. Allereerst een stukje interactief lesgeven. Een stukje interactief lesgeven kan onder andere bijvoorbeeld met een tool die wij noemen de Shout It Out tool. En om de Shout It Out tool te kunnen laten zien, is het nodig dat u inlogt. En om in te loggen gaat u naar hellosmart.com. En u typt daarin, u logt erin als guest en u gebruikt daarbij mijn persoonlijke code. Iedere leerkracht of docent heeft zijn eigen code. Deze code blijft bij mij. De eerste keer is het nodig voor een leerling of een student om in te loggen met die code. Dat kost relatief veel tijd. De tweede keer is het niet meer nodig om deze code te gebruiken, maar herkent de het device die de leerling gebruikt heeft, direct de website en vraagt hij, wilt u wederom bij, in dit geval, meester Joris of Joris Jurlink, inloggen. Het enige wat u hoeft te doen is ja drukken en u gaat er wederom in. Zoals ik al zei, ik wil interactief lesgeven. Ik wil feedback hebben van mijn leerlingen. Ik wil mogelijkheden hebben om met leerlingen direct te communiceren. Dat doe ik met behulp van een shout it out. Ik ga u zo dadelijk laten zien hoe ik deze opbouw. Een shout it out, daarbij stel ik een vraag aan de leerlingen. Mondeling, ik kan hem natuurlijk ook in beeld laten zien. En daarbij kunnen leerlingen antwoorden geven.
Nou, laat ik u ook eens een vraag stellen. Ik ben af en toe gezegend dat 's avonds iedereen in dromenland is, dat alle drie mijn kinderen slapen. Heeft u nog goede suggesties voor films of Netflix-series die ik zou kunnen kijken in die avonduren? Als het goed is er nu bij u in beeld verschenen een stukje, een klein tekstbalkje. En daarin kunt u dan suggesties typen en die versturen. Ik heb ervoor gekozen om het geheel op anoniem te zetten. Dat maakt het mogelijk om, kijk, John Wick, nummer 3. Dat maakt het mogelijk om voor leerlingen die normaal gesproken wat banger zijn, wat minder snel hun mening durven te geven, om ook een mening te geven over ieder onderwerp die er is. En dat maakt het ook mogelijk voor iedereen om te participeren. Ik heb ook een maximum aantal ingesteld van de hoeveelheid antwoorden dat gegeven kunnen worden. Meer dan 6 antwoorden per persoon kunnen er op dit moment niet gegeven worden. Nou, dit is een van de tools die je zou kunnen ge gebruiken, waarmee leerlingen direct feedback kunnen geven op de live les die u geeft. Follow the money. Dat vond ik een erg mooie. Heb ik helaas al gezien, maar dank u wel. Kijk, of gaan ze een hobby doen inderdaad. Misschien is dat ook een heel goed idee. Ik zie Friends ook nog langskomen. Vrij oude serie, maar altijd nog leuk. Om u even te laten zien hoe dat werkt, ga ik eventjes terug naar mijn Smart Learning Suite omgeving. Dit is mijn Smart Learning Suite omgeving. En hier zo ziet u mijn les staan. En u ziet staan de startmogelijkheid of de editmogelijkheid. Nou, in dit geval klik ik even op de editmogelijkheid. En wat hebben we nou gedaan? Nou, ik heb allerlei pagina's opgemaakt. Stap voor stap. Maar ik ben ook in staat, of ik kan ook een pagina toevoegen. En als ik een pagina toevoeg, dan zegt hij: wilt u gewoon een blanco pagina toevoegen? Maar er is ook de mogelijkheid om een shout-it-out activiteit toe te voegen. En als ik die zou toevoegen, dan komt er een extra pagina bij en kan ik een nieuwe shout-it-out erbij doen. En nogmaals, een shout-it-out maakt het heel eenvoudig. Op het moment dat ik daarmee klaar ben, druk ik op Finish Editing en is mijn les klaar om te starten. En ga ik weer en begin ik met mijn les. Even kijken waar we gebleven waren. We waren al een klein stukje verder. Daar waren we gebleven. De tweede optie die er is een De tweede mogelijkheid die er is om een live assessment of toetsing af te nemen. Dat doe ik op dezelfde manier. Ik ga weer een pagina toevoegen. Ook hier is het weer belangrijk dat die leerlingen ingelogd zijn via hellosmart.com met de klassecode. Anders kunnen ze niet bijdragen aan deze toetsing. En als ze dat gedaan hebben, deze leerlingen zijn er allemaal bij, dan ga ik naar een assessment die ik klaar heb staan. Een kleine toets die ik heb neergezet. Nou, ook voor u zet ik hem even aan. Het bijzondere van deze live toetsing of assessment is dat ik kan volgen wat de leerlingen aan het doen zijn. Ik kan zien hoeveel procent van degenen die ingelogd zijn de vragen hebben beantwoord. Ik kan live de vragen bekijken. Ik kan live de antwoorden bekijken.
En op het moment dat iedereen klaar is met de vragen, kan ik de toetsing of de activiteit beëindigen. En kan ik daarna direct met de leerlingen door de vragen heen lopen. Ik zal het zo dadelijk ook eventjes aan u laten zien. Ik zie een aantal mensen nog druk bezig zijn om vragen te beantwoorden. Dus ik zal niet meteen stoppen. Ik zie niet heel veel meer veranderen. Oh, er gaan er nog een paar. Dus ik wacht nog even tot de meesten de vragen beantwoord hebben. Voordat ik hier een grote teleurstelling krijg. Het fijne is bij deze vragen. Open vragen, gesloten vragen, multiple choice vragen, noem het maar op. Alles is hierin mogelijk. En op het moment dat ik zeg, ik zie mijn 95 staan. Ik had bijna gedrukt op end activity. Ik wil die laatste ook iedereen, alle 7 deelnemers hebben meegedaan. Ja, ik wil hem beëindigen. Ik wil hem ook bekijken. Ik zie de resultaten. Op het moment dat ik daar behoefte aan heb. Ik zie in ieder geval wat ze gedaan hebben, sorry, niet de resultaten. En ik kan live de vragen gaan bekijken, de antwoorden gaan bekijken. Kijk, onder mij staat er een ander balkje natuurlijk weer overheen. Ik ben terug waar ik gebleven was. Daar was ik. Ik kan door de vragen heen gaan. Niemand heeft gehamsterd blijkbaar. Dat is fijn om te weten. En allerlei antwoorden die je zelf mocht intypen. Ik zie bij de antwoorden niet wie wat heeft gegeven. Dat betekent ook dat ik niet op dit moment niet live in beeld breng wie er de juiste antwoorden of de niet juiste antwoorden. Nou waren dit allemaal open vragen. Dus er zijn geen goede of foute antwoorden. Maar ik krijg die resultaten, ga ik niet frontaal klassicaal laten zien, omdat ik dat pedagogisch niet verantwoord vind. Ik heb wel de mogelijkheid om deze te exporteren. Linksonder in een beeld ziet u export results. Daarmee worden de resultaten geëxporteerd als een Excel-bestand. En hiermee, en met dit Excel-bestand, kan ik dan weer importeren in ieder leerlingvolgsysteem die ik binnen onze school gebruik. Het is een snelle en eenvoudige manier om met leerlingen live een assessment of een toetsing. Dus aan het einde van de les, als je wil weten of de content die je hebt staan geven, of die er een beetje in zit. Of vooraf, zodat je weet of je een stukje pre-teaching daarna nodig is bij sommige leerlingen voor de volgende keer. Allemaal zaken waarmee je aan de gang kan gaan met deze tool. Een andere tool waarmee je handig kan werken, is de tool digitaal samenwerken. Nou, om dit even te laten zien, ga ik weer eventjes naar de editing modus. Hierin ga ik u weer even laten zien hoe ik dat heb gedaan. Ik heb een reguliere pagina gepakt. Zoals u ziet. Bovenaan ziet u Finish Editing staan. Dat betekent dat ik in de editing modus zit. Ik heb een pagina gemaakt. Die heb ik opgemaakt. En als ik een pagina maak, ziet u onderin beeld staan. Convert to Activity. Ik kan er dus een activiteit van maken. Als ik daarop druk, dan zegt hij, wilt u hiervan een individuele activiteit, die leerlingen alleen maken, of moet het een samenwerkingsactiviteit zijn? Nou, in dit geval wil ik er helemaal geen activiteit van maken. En wil ik even laten zien wat ik bij deze al heb gedaan. Van deze heb ik dat gedaan. Hier heb ik een samenwerkingsactiviteit van gemaakt. Ik heb een foto van Londen gepakt. Ik heb er een vraag boven gezet. En op deze manier geef ik een live opdracht waarmee leerlingen samen aan het werk kunnen gaan. Wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, ik ben klaar met editing. Ik ga naar editing. Ik ga mijn les weer geven. Ik ga even snel naar de les waarbij ik zojuist was. Dat is deze. Setup.
De vraag is, met hoeveel teams wil je werken? Ik kijk naar het aantal leerlingen die ingelogd zijn. Dat zijn er op dit moment 8. Dus laat ik eens 4 teams doen. Automatisch worden de leerlingen verdeeld in teams. Dat is ook een ideale manier om te zeggen, it wasn't me. Ik heb u niet bij elkaar gezet. Dat hebben anderen gedaan. De mogelijkheid is wel, als u denkt, dit gaat niet goed worden, gaat niet goed samen, om leerlingen nog bij elkaar weg te halen. En op het moment dat u denkt, zo is het prima, dan druk ik op Start Workspace. Als het goed is, krijgen deze 8 mensen nu in hun beeld die pagina te zien. En kunnen ze daarin met het pennetje gaan schrijven, of een cirkeltje zetten, rond beroemde gebouwen. In Londen in dit geval. En met het lettertje kunnen ze daar ook nog wat bijschrijven. Ik kan live monitoren hoe goed het met iedereen gaat. Dus ik kan kijken wat dit team 1 heeft gedaan. En die hebben bijvoorbeeld al een cirkeltje hieromheen gezet. Ik kan kijken wat team 2 aan het doen is. Team 2 heeft op dit moment helemaal nog niets gedaan. Heel passief bezig geweest. En zo kan ik alle teams live mee aan de gang gaan. Team 3 is al een stap verder gegaan. Heeft er zelfs al tekst bij gezet. En ik kan ook kijken wat team 4 aan het doen is. Even een belangrijke aanvulling. De meeste van u, zo niet allemaal, hebben ingelogd als guest. Dat betekent dat u zelf uw naam mag intypen. Op het moment dat leerlingen inloggen met hun schoolaccount van G Suite of van Office 365... wordt die automatisch gekoppeld aan een officiële account. Zo kunnen woorden als anoniem of ergere zaken, scheldwoorden en dergelijke, niet in beeld komen te staan, maar alleen de officiële namen van de leerlingen en weet ik ook precies wie is. Dus kunnen leerlingen niet plagerijtjes, pesterijtjes, dat ze doen alsof ze elkaar zijn. Zo'n workspace pagina, nogmaals, kan ik met iedere pagina kan ik die opmaken. Die kan ik individueel maken of die kan ik in dit geval een samenwerkingspagina maken. Belangrijk om aan te vullen, een samenwerkingspagina, of leerlingen laten samenwerken, kan alleen op het moment dat leerlingen ook live aanwezig zijn in de klas. Ik kan wel deze les nu afsluiten. Deze les ga ik straks laten zien, sturen naar leerlingen. En de teams die nu al zijn samengesteld, kunnen thuis verder gaan werken. Maar alleen de leerlingen die op dit moment al in teams zitten. Dus het is even belangrijk dat alle leerlingen aanwezig zijn en ingelogd zijn op het moment dat je teams gaat verdelen. Ik wil ook leerlingen soms gewoon laten oefenen, kilometers laten maken. Ook hiervoor is het weer belangrijk dat leerlingen wederom ingelogd zijn. En mocht u nou ingelogd zijn en weer uitgelogd zijn, bij hellosmart.com. U ziet als het goed is nu direct dan mijn naam al staan. U klikt op mijn naam en u zit er meteen weer in. Dus dat maakt het makkelijk. De eerste keer nogmaals zal het voor leerlingen even een klein beetje tijd kosten om die 6-cijferige code erin te zetten. De tweede keer staat die naam er meteen al. Zo heb ik hier een opdracht klaargezet. Eén van de vele activiteiten die we kunnen maken. En ik ga weer eventjes naar de editingfase om te laten zien hoe eenvoudig dat is. Is het maken van een activiteit. Wederom, als ik op een plus druk, zie ik hier ook staan game-based activities. En bij de game-based activities ziet u een enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die er gemaakt kunnen worden. Een zoek bij elkaar. Een label reveal. Zeker voor het VO een hele mooie. Voor jongere leerlingen een memory spel. En zo zijn er een diversiteit aan activiteiten. Even belangrijk, de gameshow activiteit kan alleen plaatsvinden
op het moment dat leerlingen live aanwezig zijn, dat betekent dat deze leerlingen erbij moeten zijn. Ja, kan niet anders, kan niet mooi vertellen. Even. Ik ga terug om te laten zien hoe dat dan in de praktijk eruit ziet. Ik ga weer naar mijn les toe. Ik zie dat er een paar vragen staan en die ga ik zo dadelijk ook beantwoorden. Even kijken, waar zijn we gebleven? Daar zijn we gebleven. Ik heb mijn activiteit klaarstaan. En op het moment dat u ingelogd bent, ingelogd ging nogmaals via hellosmart.com en die klassecode. En die klassecode hoeft u niet nogmaals in te typen, want u had u al een keer ingetypt. En ik druk op start. Dan krijgt u in dit geval allemaal een vul in de lege plekken. Ik heb een stuk tekst gecopy-paste. Die heb ik zelf niet bedacht, die heb ik gewoon gecopy-paste. En deze heb ik, daar heb ik wat woorden uitgehaald. Ook dat gaat op een hele simpele, eenvoudige manier. En ik heb er een achtergrondje achtergezet. Een standaard template. Waardoor het er meteen mooi en gelikt uitziet. Ik heb ingesteld dat leerlingen direct te merken, te zien of het antwoord juist is of niet juist is. En op deze manier kunnen leerlingen zelfstandig oefenen en kilometers maken. Even belangrijk hiervoor is, ik als docent, als leerkracht, krijg de resultaten hiervan niet terug. Dit is echt om te oefenen, om kilometers te maken. En de directe resultaten van iedere leerling krijg ik hierin niet te zien. Voor degene die druk bezig waren, excuses. Ik ga verder naar een volgende, ook omwille van de tijd. Als ik klaar ben met mijn les, of de tijd is voorbij en ik wil thuis nog wat extra opdrachten meegeven, dan kan ik ervoor kiezen om deze les in zijn geheel naar leerlingen toe te sturen. Dat doe ik als volgt. Ik ga weer terug naar het startscherm van de online omgeving. U ziet de drie puntjes daar staan. En u ziet de knop staan Share Link. En daarbij is de mogelijkheid om een tweetal soorten links te geven. Of ik kopieer de teacher link. Dat wil zeggen, die stuur ik naar collega's toe. Die kunnen de les aanpassen, wisselen, dingen eruit gooien, alle plaatjes, teksten wisselen. Of ik stuur de studentenlink. Als ik daarop klik, dan kan ik hem kopiëren. En dan kan ik hem overal neerzetten. Op iedere elektronische leeromgeving die u ook maar gebruikt voor uw klas of voor uw school, kan ik die neerzetten. Of ik kan ze naar ze toe mailen. Leerlingen hoeven niet een speciale inlogcodes te hebben. Hoeven niet ergens lid van te zijn. Kunnen gewoon deze les volledig maken. Op het moment dat u daar een activiteit in heeft gezet die teruggezonden moet worden, dan is het wel noodzaak dat leerlingen inloggen met hun school Google account of een school Office 365 account. Dan kunt u de resultaten volgen. Maar als de leerlingen gewoon een handout willen van de les die u heeft gegeven, of er zitten opdrachten in die ze zelfstandig kunnen verwerken, waarin het vooral belangrijk is dat ze die zelf maken, eventueel in dit geval samenwerking met een ouder en die het direct kan nakijken, dan kunnen ze ook inloggen als guest en hoeven ze helemaal geen login nodig te hebben. Ga ik weer even terug naar mijn les. Even voor de beeldvorming. Vanzelfsprekend bouwt u van tevoren zo'n les volledig op. U gaat natuurlijk niet steeds terug naar de editing modus zoals ik doe. Dat laatste is alleen nodig omdat ik u een aantal zaken wil laten zien. Een andere dingetje die belangrijk is. In dit geval heb ik ervoor gekozen dat iedereen in de teacher snelheid zit. Dat wil zeggen, iedereen ziet hetzelfde als ik zie. Dus u kunt niet versneld door de Smart Learning Suite online
omgeving heen gaan. Als ik deze echter in student modus neerzet, dan kunnen de leerlingen zelf door alle pagina's heen gaan. De enige pagina die ze niet kunnen maken is de, zoals dat zo mooi in het Engels heet, Collaborative Workspace Activity, de samenwerkingspagina, want daar hebben ze de andere leerlingen voor nodig. Maar ze kunnen nu in eigen snelheid door deze pagina's heen lopen en zelf alles gaan bekijken. Op het moment dat ik mijn leerlingen weer terug wil hebben, omdat ik ze allemaal op dezelfde pagina wil hebben zitten, dan klik ik op de teacherpagina. En zitten ze allemaal, wederom zit u allemaal in dezelfde pagina weer. Op deze manier kunnen leerlingen dus zelf hun snelheid door de les bepalen. Of ze kiezen ervoor, of u kiest ervoor om te zeggen nee, ik wil dat ze volgen. En dat, dat ik de snelheid hierin bepaal. Ik heb u met een noodgang in 40 minuten tijd door Smart Learning Suite Online heen genomen. U kunt ons vinden ook op social media. Nogmaals, we hebben onze eigen YouTube kanaal en onze Facebook pagina met een Facebook groep. In de chat kunt u de links vinden waarmee u daar naartoe kunt. De webinar die ik u zojuist heb gegeven, daarvan stuur ik u na een kleine bewerking morgen ook de link in ons YouTube kanaal toe. Ik zal ook nogmaals de links naar de Facebook pagina doen en waar u de Smart Learning Suite online omgeving kunt vinden om daar direct lid van te worden. Dat laatste is niet echt nodig, om daar direct de mogelijkheid te hebben om te registreren. Dat is het enige wat ik nog even moet zeggen. Smart Learning Suite is tot de zomer nogmaals gratis. Het is wel noodzakelijk dat u zich registreert. Als u niet geregistreerd bent, kunt u helaas geen gebruik maken van de Smart Learning Suite online omgeving. Het heeft ook te maken met het feit dat we af en toe updates en dergelijke moeten sturen en dat we uw data daarvoor nodig hebben. Data wordt niet gebruikt om te verkopen en allerlei andere flauwekul. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ik kijk nog heel even snel naar de vragen. De enige vraag die ik tot heden heb langs zien komen is de vraag over de snelheid van de les. Nou, die heb ik volgens mij zojuist beantwoord. Mocht u nog andere vragen hebben, of mocht u één op één vragen hebben, dan kunt u mij altijd een mail sturen. U ziet onder het dikke hoofd van mij mijn e-mailadres in beeld staan. Rest mij nog dat ik u wil danken. Dank u voor uw tijd. Dank u voor uw aandacht. Dezezelfde webinar zal volgende week nog een keer plaatsvinden. Op aanvraag van velen op een wat later tijdstip. Want ik merk dat diverse docenten en leerkrachten er niet bij kunnen zijn vanwege tijd. En ik zal in de loop van de week ook op een aantal onderdelen nog een stukje verder gaan. Even een laatste gluur of er nog een vraag is. Nee, die zie ik niet langskomen. Dan wil ik u danken voor uw tijd en voor uw aandacht. En hopelijk tot een volgende keer.